De vereniging Arya de Dwaker heeft afgelopen zaterdag haar 95-jarig bestaan gevierd met een bijzondere samenkomst in de hoofdmandier Arya de Dwaker aan de Johan Adolf Pengelstraat. Deze festiviteit omvatte een Rihad Hawan en een Vagina. Rihad Hawan is een uitgebreide en ceremonieel ritueel dat vaak wordt uitgevoerd om zegeningen af te smeken en de goden te eren. Vagina verwijst naar het uitvoeren van rituelen die gebaseerd zijn op de Vedas, de oude heilige teksten van het Hindoeïsme. Beide rituelen zijn bedoeld om spirituele verbinding te creëren, dankbaarheid te tonen en de gemeenschap samen te brengen. De voorzitter van de priesterraad van Arya de Dwaker, Atmanand Ramcharan, vertelde in zijn toespraak hoe de organisatie vanuit Nikeri gegroeid is. De generatie die daarna gekomen is, die heeft het werk in feite verder gebracht. Van Nikeri naar helemaal eind van Komowene, van Wapibo, hebben we een mandir, een afdeling nog steeds. En dan weer van noord naar zuid. Arya Samadhi Prachar vanaf 1929. En dan weer geleerden, dankzij mensen uit Bharat, dat ze in bepaalde tijden in onze regio kwamen en natuurlijk Suriname aandeden. En daar is dan weer heel wat kennis meegekregen en steeds verder gaan bloeien tot de dag van vandaag. De ambassadeur van de Verenigde Staten, Robert Fosher, was ook aanwezig bij deze feestvergadering van de organisatie. Hij wees erop dat Suriname en de Verenigde Staten samen staan voor principes als religieuze vrijheid. Hij wees erop dat Suriname op de vierde plaats is in de wereld volgens internationale peilingen voor religieuze tolerantie en diversiteit. En via onze interfaith outreach van de Amerikaanse ambassade proberen wij die mensen van verschillende achtergronden en gemeenschappen te bereiken hier in Suriname en te delen in de waarden waar wij geloven. Hinduism nu in Amerika is de vierde grootste religie in de Verenigde Staten. En het groeit. Het is een van de snelste groeiende religies in de Verenigde Staten. En dat is omdat, we hebben zoveel immigranten uit India, Pakistan en andere landen die deze religie brengen naar Amerika. Ook de Indiase ambassadeur was aanwezig en hield een toespraak. Vereniging Arya de Dwaker is opgericht op 29 september 1929 en heeft door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld in bevordering van de Arya-waarden en cultuur in Suriname.